In zijn atelier in de Magelijnstraat in Gent werkt Jannes de Duitschaver aan een nieuwe lading pralines. Sinds gisteren mag hij zichzelf de beste chocolatier van Vlaanderen noemen, althans volgens restaurantgids Gomio. Ze komen pralines halen. Dat wordt door 10 mensen ongeveer geproefd, de blinde test, de blinde proef. En ze gaan bij elke chocolatier langs, elke keer opnieuw, elk jaar opnieuw. Daar was ik ook van veranderd. En eigenlijk, dan ze bij de restaurants incognito gaan eten, komen ze bij ons incognito pralientjes halen, één iemand. Er wordt dat allemaal uitgezet en er worden punten gegeven. In Vlaanderen heeft Jannes de meeste punten en dat komt naar eigen zeggen door niet te eenvoudig, maar ook zeker niet te speciaal te doen. Ik zelf persoonlijk heb het voor balans, alles mooi, de smaken die goed samengaan. Ja, ik denk dat dat een beetje de sterkte is, dat alles is heel, probeer ik allemaal heel verfijnd te doen, afwerkingsniveau heel hoog, leuke verpakkingen rond. Ik denk dat dat die verfijning en die balans tussen smaken, dat een beetje de doorslag gaat gegeven hebben bij de 10 mensen die net van geproefd hebben. Het yuzu pralientje, dat is een van mijn favoriete pralientjes, omdat die balans tussen zoet en zuur eigenlijk zo goed zit. Die Japanse citrusvrucht is eigenlijk een beetje een zoet-zure vrucht. Nu ben ik een gelletje aan het inspuiten. Ik heb dus eigenlijk een confituurtje, een gelletje gemaakt van het sap van de vrucht. Dat is laag 1. En daar komt nog een ganache op van yuzu ook. Jannes atelier is één grote vitrine. Passanten kijken zomaar binnen, maar dat heeft hij graag. Mensen kijken, zijn verwonderd, ze kunnen meekijken hoe dat hun praline gemaakt worden. Wat dat denk ik leuk is voor iedereen. Ik zit ook altijd naar de keuken te kijken. Ik probeer ook altijd aan een plaatsje in een restaurant te zitten, waar ik de keuken kan zien. Dat dat tof is, die beleving, die vibe. Dus ja, leuk voor iedereen. Zo'n hoge quotering in Gomio zal wellicht wat extra volk naar de winkel lokken, zegt Jannes nog. Maar de pralines zullen er daarom niet duurder op worden. Ik wil sowieso de prijs laag houden, de prijs toegankelijk houden. De kwaliteit kost altijd geld natuurlijk, dus als je gaat gaan eten of zelf in de supermarkt gaat, als je kwaliteit koopt, kost het geld. Voor mij is dat ook bij mijn grondstoffen. De prijs zal niet verhogen, maar onze boekhouder heeft wel gezegd dat de prijs iets omhoog moet. Dus ik denk dat we gewoon de prijs gaan houden nu dat hij is. Hoe meer mensen dan er langskomen om te proeven. Ik heb veel liever dat er mensen langskomen en veel mensen langskomen dan dat we duur zijn en dat we op zich dezelfde omzet draaien, maar dat we minder mensen gelukkig kunnen maken.